Dit is toch vervelend, hè? Ja, we kregen opeens alarm. Ik voel nog niks. De afspraak was dat hij om 10:00 geopend zou worden. Inderdaad, hartstikke mooi. Echt schitterend. Wij zijn Pieter en Marieke. Met onze Canicula doen we dit jaar een rondje België. Vandaag varen we door de Dendervallei, van Denderleeuw naar Geraardsbergen. Via het kanaal van Blaton Ad belanden we in het hart van Henegouwen. We zijn vanuit Denderleeuw al snel bij de brug die ons hartkloppingen bezorgde, zoals je in de vorige video kon zien. Ik ga je moeten teleurstellen. Maar die precies op tijd weer voor ons open kan. Dit was de boosdoener, de oude Kaaibrug. Ninove blijkt de toegang tot een prachtig stukje België, de Dendervallei. Al moeten we ervoor eerst weer even door een sluis. Zie je iets waar je aan kan vastmaken? Helemaal niks. Ook niet aan de andere kant? Ja, daar is een ladder. Die ligt heel onhandig. Wacht, ik heb hier wel een molen waar ik het zo mee zou kunnen mikken. Doe maar. Nog eens wat verder naar achteren. Ja. De Dender meandert mooi langs glooiende heuvels en pittoreske plaatsjes als dit Polare. Een rivier die zich voedt met regenwater. Een waar walhalla voor de welig tierende watervogels. Zandbergen heet het hier, een voorstadje van Geraardsbergen, met behalve de Onze Lieve Vrouwenkerk het imposante kasteel van de heren van Leleng, ergens achter de bomen. En dan doemt alweer de volgende sluis op. 12 zijn het er in totaal, op de 65 kilometer lange rivier, tussen het Vlaamse Dendermonde en het Waalse Ad. Zo stelden we het ons een beetje voor, hè? Ja, absoluut, maar het is inderdaad hartstikke mooi. Echt schitterend. We hebben al bergen gezien. Ja, bergen. Nou ja. Meer dan wij in Drenthe hebben. De bruggen en sluizen worden hier nog altijd met de hand bediend. Alleen voor ons pleziervaarders. Want de binnenvaart heeft al lang niets meer te zoeken op dit stukje Dender. Vlak voor Geraardsbergen staat in een bocht van de Dender het kasteel van Boularen, ooit nog eigendom van onze Willem van Oranje, inmiddels huis voor hulpbehoevende ouderen. Achter de hefbrug herinnert alleen de naam Begijnhofkaai nog aan het Begijnhof dat hier ooit langs de Dender stond, totdat het in 1880 plaats moest maken voor dit schoolgebouw, dat niet alleen onderdak biedt aan scholieren. Yeah.
Au, en nog eens au. Gerardsbergen is vooral bekend van zijn muur. Een geliefde uitputtingsslag voor wielrenners. Op de koersschoentjes naar boven. De helling is ongeveer 1000 meter lang. Ik dacht dat hij veel langer zou zijn. En stijgt zo'n 20%. En alsof dat nog niet genoeg is, zijn die befaamde Belgische kasseien ook nog eens zo aangelegd dat die muur aanvoelt als een trap. Lopend was dit al een klus. De muur van Gerardsbergen. Laat staan dat je moet fietsen. Geen fietsen gezien onderweg trouwens. Nee, geen enkele. Ik kan me wel iets bevoorstellen. Het is nou wel bewolkt, maar het is echt bloody hot. Ja. We gaan nog even het kerkje bekijken. Ja. En dan weer naar beneden. Ja, gaat vast makkelijker. Zullen wij, als die regen over is, dat manneke pissers gaan bekijken? Ja, leuk. Het plassende fonteintje twist met zijn broer in Brussel over de vraag wie van de twee het oudste is. Voorlopig zijn ze allebei nog in de race. Het Brusselse ventje is op papier de oudste, terwijl het manneke in Gerardsbergen het eerste is geschapen. Door twee Brusselse kunstenaars, dat dan weer wel. Meestal plast het manneke in Adams kostuum. Maar wie denkt dat hij geen kleren heeft, moet maar eens even bij het naastgelegen bezoekerscentrum gaan kijken. Man, wat een mooi begin van de dag, hè? Een glooiend landschap, zon, lekkere temperatuur, heerlijk. Het is nog maar 9:15 en de eerste paar bochten van de Dender hebben we alweer te pakken. Je kan hier toch echt niet zien dat deze rivier grotendeels gekanaliseerd is. Onze eerste Waalse sluis. Ja, liggen we even te wachten. Ja, je moet hier het anders organiseren dan in Vlaanderen, hebben we begrepen, hè? Ja. Je moet van tevoren bellen en ook proberen aan te geven waar je naartoe wil. En dan reizen de sluiswachters met je mee. Ze spreken hier Frans. Ja, wij niet zoveel. En vandaar dat de sluiswachter van de vorige sluis in het Vlaamse gedeelte alvast een afspraak voor ons heeft gemaakt. En de afspraak was dat hij om 10:00 geopend zou worden. Nou, het is nu net na 9:30, dus we zijn een beetje te vroeg. Het is wel stipt 10:00. Dat is zelfs 9:40, dat zou ik leren. Op het laatste stukje Dender komen we bij Lessine, een bijzonder industrieel complex tegen. De mechanische scheepslader herinnert aan de tijd dat hier porfier werd gedolven. Het gesteente waarvan kasseien werden gemaakt. Je weet wel, die kasseien waar half Vlaanderen zo graag overheen fietst. Inmiddels komt er uit de groeven vooral steenslag voor de spoorwegen en wordt voor de chargeur à bateau een nieuwe bestemming gezocht. Daar gaan de boys. Op naar de volgende brug. Het is dan nog maar een paar kilometer naar Aad, of Ad in het Waals, waar de meegereisde sluis- en brugwachters ons afleveren voor sluis 21, pal naast het centrum. Wat heb je afgesproken? Morgen 9:00. We hebben de hele middag nog om in Ad te kijken. Het wordt morgen niet zo geweldig weer, maar om hier 2 dagen te blijven is wat veel, hè. Gelukkig weten we dan nog niet wat ons de volgende dag boven het hoofd hangt. Dus gaan we met een blij gemoed Ad verkennen. Ook weer zo'n Waals stadje met eeuwenoude tradities. Zoals de jaarlijkse reuzenstoet. Maar als we de reuzen in het echt willen bekijken, staan we voor een gapend gat. Dan maar naar de toren van het kasteel van Bourbon, die beschouwd wordt als de wieg van de stad Ad. De Dender gaat hier vandaan over in het kanaal van Blaton-Ad, met zijn 21 sluizen over 22,5 kilometer. Zo'n beetje 1 per kilometer dus. Dat zijn er best veel. Maar we hebben er zin in.
De sluiswachter die zijn nog even niet. Ja, kom. Je moet zo ver mogelijk naar voren, want er komt nog een boot uit. Oh. Wat is dat voor geluid? Weet ik niet, motoralarm. Dit is toch... Neem je al een stukje mee, Pieter? Dan kijken we of we ergens een ander plekje voor je hebben. Ja, heel fijn, dankjewel. Het leek op oververhitting van de motor. We hebben toch keurig de motor gecheckt vanmorgen? Ja, 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 en we hebben de wierpot nog schoongemaakt. Maar ja, we varen wel in redelijk vies water. We worden nu even gesleept door Krijn en Corrie. En we gaan even kijken of we een aanlegplek kunnen vinden. En dan moeten we even kijken wat we gaan doen. Daar ligt wel een hele grote plas koelvloeistof. Ja. Dat was toen we de motorcheck deden vanmorgen nog niet zo. Nee, absoluut niet. De motor is ook hartstikke warm. Moet me even af laten koelen. Ik kan wel naar het wierfilter kijken, maar dat is denk ik het probleem niet. Het is duidelijk koelvloeistof wat er ligt. En dan is even de vraag waar het vandaan komt, hè? Na wat heen en weer geapp met onze watersportvrienden, krijgen we het advies om via het wierfilter te kijken of de waterinlaat verstopt zit. Dat levert niks op. Dus zit er niets anders op dan het via de buitenkant te proberen. Ik voel nog niks. Weer proberen. Hoe ging dat? Nou, nogal lastig voor zover ik met mijn voeten kon voelen. Zit er niks voor, dus ik denk dat het nu echt wel de impeller is die kapot is. En dan zuigt hij ook geen water meer aan. Daar zit hij. Ja. Dat ronde dingetje. Ja. Dat hebben we nog nooit eerder gehad dat we die moesten vervangen, maar er staat in elke instructie eigenlijk dat je die altijd bij je moet hebben. Nou, hier is hij dan. Ziet er redelijk extreem versleten uit. In het voorjaar is hij er nieuw ingekomen. Geen wonder dat er geen water meer wordt aangezogen, zeg. Maar gelukkig hebben we nieuwe bij ons. Die ga ik nu proberen te monteren. Dat klusje is zo geklaard, waarna we proberen nog iets van stroom op te wekken. Terwijl we op de zon wachten, hebben we ook nog een ander klusje te doen. Ik heb een stukje tekst geprepareerd en laten vertalen. Dat ga ik proberen me zo duidelijk mogelijk uit te drukken. En dan maar afwachten wat er teruggezegd wordt, of we daar iets van begrijpen. Hallo? Hallo, Pierre Roger. Bonjour, monsieur. Ce matin, nous sommes restés amarrés à l'écluse 19 avec des problèmes de moteur. Les problèmes sont résolus. Demain, nous voudrions repartir à 9 heures. Est-ce possible? À 9 heures demain, celui qui était en face de chez Philippe. Oui, ok. Ok, bon. Ok, merci à bien. Demain, alors. À demain. À demain, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Nou, lijkt geregeld, hè? Ik ben heel benieuwd. Ja. De bruggen lijken op elkaar, de sluizen ook. Maar tussen al die waterwerken door wordt Henegouwen wakker in een gouden ochtendgloed. Het is wel een beetje vroeg vanmorgen, hè? Ja, we hadden 9 uur afgesproken, maar om 7:15 stond hij bij ons, hè? De sluiswachter. Ja. 19 sluizen hebben we vandaag te gaan. De ene zijn we nog niet voorbij, of de andere dient zich alweer aan. Na sluis 15 treffen we Krijn en Corrie, die gisteren op dit aangename plekje in La Deuze zijn beland. Thank you.
Dit is de oudste mouterij van België, waarvan granen de grondstof voor bier en whisky wordt gemaakt. Castle Malting heet de fabriek, die zijn naam ontleent aan het nabijgelegen kasteel van Belleuil, ook wel het Versailles van België genoemd. En de eerste sluis die we weer naar beneden gaan op dit kanaal van Blaton Ad. We hebben er dan nog wel 10 te gaan voordat we in Blaton aan het einde van de sluizentrap zijn. Maar we zullen jullie niet met al die sluizen vermoeien. Krijn en Corrie gaan richting Mons. Wij kiezen voor de douche van de jachthaven van Peruwels. Maar komen van een koude kermis thuis. Want in een gesloten kantoor worden geen douchemuntjes verkocht. Hoe onze reis verder gaat, zie je in de volgende video, waarin we langs een historische... Ik ben benieuwd of we er nog bij passen. ...en een moderne scheepslift komen. Geef de video een like, abonneer je op ons kanaal en wil je ons steunen? Dat kan via de knop bedankt onder deze video. Een super hartelijk bedankt voor de mensen die dat al gedaan hebben. We zijn er heel blij mee. En natuurlijk iedereen bedankt voor het kijken.